Wat zie jij er verschrikkelijk uit, zeg. Dat weet ik zelf heus ook wel. Nou, ja, je hebt het zo te pakken, hè? Het heerst, jij had vandaag in bed moeten blijven. Maar ik wou zo graag naar die veiling en ik ben blij dat ik gegaan ben. Eigenlijk wou ik alleen die boeken, maar ik kon die kast niet laten staan. En waarom ga je dan nu niet naar bed? Ik kan de stroomklanten wel alleen af. Ja, ik ga zo. Hé, hey, had jij vanavond niet iets met amateurtoneel? Ja, en vanaf vanavond ben ik de officiële souffleuse van de toneelvereniging Olke Doek. Maar ja, ik zie het eigenlijk niet meer zo zitten. Waarom niet? Nou ja, het is zo van, ik weet niet, zoiets, zo'n handleiding voor weduwen, hè? Ga niet piekeren, neem een hobby en blijf s'avonds niet alleen thuis zitten. Je bent toch weduwe en je wilt toch s'avonds niet alleen thuis blijven zitten? Nou ja, alleen thuis zitten. Ik heb moeder met dat been. Nou, dan is het heel goed dat je er even uitgaat. Ja. Zo. Welk stuk spelen jullie eigenlijk? Oh, het is de Ernst van Ernst. Oscar Wilde. Hé, hey, dat is wel toevallig, zeg. Vind je dat niet vervelend? Oh, nee hoor. Niemand weet dat mijn Ernst ook Ernst heette. Het is wel het stuk dat iedere amateurclub altijd speelt, hè. Maar je moet wel uitkijken. Hoezo? Nooit iets extra's aanbieden voor zo'n club. Hè? Ze nemen één vinger van je en even later je hele privéleven. Jij souffleert en dat is dat. Oh, nou goed, ik zal erop letten. Waar repeteren ze? Oh, dat om de beurt bij mensen thuis. Oh, dat gaat de telefoon. Met de boekenstal? Ja hoor, ja. Ja, ja, wacht even. Ogenblik. Ene Walter. Oh, dat is heel belangrijk. Hm? Dat is de regisseur. Die heeft bij de NOS gewerkt. Hallo, Walter. Ach, wat vervelend. Griep. Ja, dat heerst, ja. En wat wil je dat ik doe? Oh, ja, natuurlijk, ja. Wanneer ik jou daarmee kan helpen. Goed, zeg. En bel jij dan de rest? Ja. Ja, of zal ik even... Nee, dat doe ik. Ja, goed, ja. Dag, Walter. Jij luistert ook nooit, hè? Kon je dat twee keer aanbieden iets te doen? Nou, zeg, dat mens waar we vanavond repeteren, die heeft griep gekregen. Dus wordt er bij jou gerepeteerd, hè? Ja, nou, kon toch moeilijk nee zeggen? Waarom niet? Je wou toch graag 's avonds het huis uit, hè? Even weg bij het been. Ik zeg gewoon niet tegen moeder dat ze komen. Dacht je nou echt dat je dat voor Frederik verborgen kon houden? Ja, nee. Dat heeft ze natuurlijk al lang weer op de radarscherm staan. Oh, ik dacht dat jij daar niet naar keek. Oh, maar dat doe ik ook helemaal niet, hoor, schat. Nee, ik wilde alleen kijken of er iets was en er is helemaal niks. Nou, nee. Waar is mam? Nog in de winkel. Oh. Vanavond komt hier dat amateurtoneelgezelschap repeteren. Ja, dat weet ik. Hoe weet jij dat? Van mam gehoord. Mij heeft ze niks verteld. Nee, dat weet ik. Ze had zo'n vage hoop dat jij er niet achter zou komen. Oh. Ze is soms zo naïef, hè? Wil jij niet weten van wie ik het weet? Nou, nee, niet echt. Het zal wel weer van Mies komen, de zus van Ans Witteveen van de bibliotheek. Oh, nee. Helemaal niet. Van heel iemand anders. Van wie dan? Nou, van Frank Witteveen, de broer van de zus van Ans Witteveen van de bibliotheek. Aha. Frank Witteveen doet de techniek bij dat gezelschap. Hij doet de reliquieën. De wat? De reliquieën, dat is een technische theateruitdrukking. Oh, je bedoelt een requisite. Ja, dat zeg ik toch. Omi, dat amateurtoneel, dat is iets dat mam voor zichzelf alleen wil hebben. Ga jij je daar nou niet te veel mee bemoeien? Schat, hoe kun je nou toch zoiets zeggen? Je kent me toch. Ja, daarom juist. Dag. Ik zit bij de haard met mijn eigen geheime griepmedicijn. En wat is dat? Een vuurtje en een simenonnetje. Oh, is Peter er niet? Nee, die heeft een werkweek op Schiermonnikoog. Maar je redt het wel. Ja, ik ga zo naar bed, hoor. Maar ik denk niet dat ik morgen al kom.
je komt gewoon zeker de hele week niet. Ik red het wel in mijn eentje. Dat weet ik. Maar ik had beloofd die poëziecatalogie voor het eind van de week de deur uit te sturen. Nou, daar zorg ik wel voor, hè? Heerlijk. Ja, heel hartelijk bedankt. Zeg, ik stoor je toch niet bij repetitie, hè? Nee, er is nog niemand. Oh, ja, de bel. Zeg, ik geloof dat er iemand komt, Walter of zo. Ja? Die regisseur die vroeger bij de NOS heeft gewerkt? Ja, die. Weet je dat ik vroeger ook nog bij de NOS heb gewerkt? Op de vertaalafdeling. Oh, ja, dat wist ik niet. Ja, nou, het vertalen van Peyton Place is nou niet ook echt een wapenfeit om trots op te zijn, hoor. Dag. Waarde Lady Bracknell. Goed. Hou dat vast. Ik heb allebei mijn ouders verloren. Ach, één ouder verliezen kan een ongelukje zijn. Maar beide ouders verliezen is een beetje slordig. Ja, stop. Schat, wat doe je nou? Ik kniel. Ja, maar waarom? Omdat ik duidelijk wil maken dat Jack ontzettend onder de indruk is van Lady Bracknell. Ja, maar schat, we gaan dan niet spelen wat er staat. Het is zo ontzettend vervelend. Ja, zo heb ik het toen in Putten gespeeld en toen vond de Putter-courier mijn interpretatie weergaloos. Mijn regie is wel even iets anders dan dat productietje in Putten, hè? Waarom denk jij dat ik Lady Bracknell, in een rolstoel laat zitten? Ja, hoe kan ik me nou ook inleven als er helemaal geen Lady Bracknell is? Ja, dat is waar, ja. Waar is Wanda, zeg? Dat is een fantastische actrice, Wanda. Oh, oh ja? Die heb ik een bloedstollende kniertje laten spelen. Oh, ook in Putten? Nee, ik dat thuis. Dat speelde zich af in een baarmoeder. Een baar, hè? Een baarmoeder. Oh, ja. Ja, Tjerk is er ook al niet, hè? Tjerk is de man van Wanda. Fantastisch acteur, nou. Oh ja, een beetje oud voor de rol. Veel te oud. Maar dat speelt hij zo weg. Ja. Tja, waar blijven ze nou? Elsje is er ook al niet. Dat is werkelijk een heel begenadigde actrice. Elsje, die speelt Gwendolyn. Ja, die heeft een hele mooie, ja, een ingehouden kaartje gespeeld in mijn getemde fix. Ach, en waar speelde dat? Bij de HEMA. Oh, juist, ja. Ja, maar daar kan Philip je meer over vertellen. Die raakt nogal eens betrokken bij zijn medespeelsters. Walter, dat is al een half jaar uit en dat weet jij heel goed. Zo, nou, is een beetje lastig repeteren, hè? Wanneer de helft van de acteurs er niet is. Ja, schat, dat heb je met amateurs, hè. Kijk, dat zou nou bij de NOS nooit zijn gebeurd. Kijk, die mensen, die krijgen betaald. Ja. Dus die komen wel. En waar is Digna? Ja, Digna, die had er ook al moeten zijn. Dat is een actrice. Ja. Een actrice met een enorme, ja, persoonlijke uitstraling. Oh, ja. Een perfecte timing. Ach, die speelt Miss Prism. Ja. Toen ik de Gijsbrecht anseneerde, ja? Gijsbrecht, ja, van mooi, Aamstel. Mooi stuk, ja, dat had ik overigens gesitueerd in Nazi-Duitsland. Ach, ja. Heeft ze een hele mooie, verstilde badenlog neergelegd. Ja, leuk is dat. Jet. Ja? Dat telefoontafeltje, dat is perfect voor het derde bedrijf. Kunnen we dat lenen? Hallo? Telefoon. Ja, zeg, ja, dat hoor ik ook wel. Hè? Verdorie, zeg. Zo. Ja, hallo? Ja, ogenblik. Het is voor Walter. Ja, hallo? Hey, schat. Wist jij dat het Zutphens Dagblad mijn Elkerliek een van de krachtigste acteerprestaties van het amateurtoneel heeft genoemd? Oh ja? Leek me wel interessant voor je te weten. Kun je dan niet... Ja, fijn dat je het even zegt. Hè? Donderdag repeteren we weer. Ja, dag schat. Het is toch niet te geloven, hè? Nou heeft Digna die griep ook al. Dat is toch zo onaardig. Over een week hebben we première. Ach, jee. En hebben jullie ook invallers? Nee, eigenlijk niet. Nee. Als er iemand ziek is, dan valt de souffleur in. Nee. Nee. Jij zou eigenlijk
perfect kunnen invallen, weet je dat? Nee, dat kan ik niet. Ja. Nou, oh ja, ga nou even wachten. Ja, hallo? Ja, ja, ogenblik, ja. Wanda. Ja, hallo. Dat gaat. Zeg je het? Ja. Als jij die rol overneemt... Nee, geen sprake van. En jij hebt misschien een beetje behoefte aan bijles, ik bedoel in acteren of in andere dingen... Ja. Dan doe ik dat heel graag. Ja, fijn dat je het zegt, dank je. Hè? Nou goed, bel me dan morgen op. Goed, dag schat. Het is toch niet te geloven dat je egoïst... Hebben ze griep? Nee, erger. Jack is er vandoor met Elsje. Wat? Ja, dat zou bij de NOS nooit zijn gebeurd. Oh nee? Nou ja, in ieder geval niet op die manier. Jack is er vandoor met Elsje en nou voelt Wanda, ja, zich te ongelukkig om Lady Bracknell te spelen. Het is toch onprofessioneel, zeg. Onprofessioneel! Dat is het. En ze hoeft niet eens te staan. Ze kan de hele avond in die rolstoel zitten. Oh, hemels. Dat Elsje er vandoor is met Jack. Ze had mij toch kunnen nemen? Jou had ze al gehad, Philip. Nou kom ik drie spelers tekort. Ja. Nou ja, de souffleur, ze kan moeilijk drie rollen tegelijk spelen. Wacht eens even. Kijk eens, die man. Die kan ik natuurlijk zelf doen. Hè? Ja, die ja, tekst ja. ken ik wel. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, waar vinden we nou toch zo'n leuk jong meisje om ik ben? Oh, ja! Hallo? En wie mag dit wel wezen? Oh, pardon. Dat is mijn dochter Clarissa. Wat ben jij mooi. Oh, dank u wel. Sorry, mam, dat ik even stoor, maar ik wil je wat vragen. Heb jij wel eens toneel gespeeld? Hè? Heb jij wel eens toneel gespeeld? Een beetje op school. Fantastisch, fantastisch. Perfect voor een Gwendoline. Van wat? Luister, nou hebben we dus alleen nog maar een Lady Bracknell nodig. Ja. Ja. Maar waar vinden we nou toch een karaktervolle, hè? Elegante, oude matrone die zo'n rol in een rolstoel kan spelen? Ja, moeder. Lieve Jet, het spijt me verschrikkelijk dat ik je even moet storen. Maar, waarom zitten jullie mij allemaal zo aan te staren? Nou, omdat je gevoel voor timing weer perfect is. Hallo, met mij. Ah, hoe gaat het? Red je het een beetje met je Simenon en je vieux? Nou, ik drink en lees heel wat weg, maar die griep blijft ontzettend hangen. Ja, ik weet het, het heerst. De helft van de acteurs heeft het ook. Aha, dus dat betekent dat jij een oogverblindend debuut gaat maken. Nou, het heeft er griezelig veel van weg, ja. Ik ga meteen kaartjes bestellen. Ach, nee, joh, dat hoeft niet. Jazeker hoeft dat, ik lach me dood. Oh, wat bedoel je? Het is toch een komedie van Oscar Wilde? Ja, nou, Michiel, ik moet ophangen, want ik ben moeder de rol aan het overhoren. Hè? Dag. Dag, sterkte. Ja. Jij moet, nadat er gezegd is, ik weet eigenlijk niet wie ik ben. Ik ben als baby gevonden. Ik zeg helemaal niks. Wat was mijn wachtwoord? Als baby gevonden. Gevonden? Ja, ja. Wijle Thomas Cardew, een oude... Nee, niet doorgaan. Hè? Niet doorgaan als ik het niet goed heb. Ja, je had het goed. Wat bedoel je? Gevonden. Jij moet zeggen gevonden. En Jack zegt, ik ben als baby gevonden. En dan zegt Lady Bracknell, gevonden. Nou, en dat zei jij net. Oh, het is dus gewoon alleen maar herhalen. Ja. Oh, maar dat ze allemaal zo makkelijk waren. Hey, waar is dat tafeltje nou weer? Nou, geef maar hier, dat is decor geworden, hè? En mijn telefoontafeltje ook. Nou, ja. Kunnen we doorgaan? Goed. Even kijken hier. Ja, ja. Wijle Thomas Cardew, een oudere heer, die zeer liefdadig was. En tadam, tadam, tadam. Worthing is een plaatsje... Wat betekent tadam, tadam, tadam? Nou,
gewoon dat Oscar Wilde heeft nooit tadam 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 geschreven. Dat is helemaal zijn stijl niet. Nee, moeder, natuurlijk heeft hij niet tadam 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 geschreven. Nee, waarom zeg je dat dan? Wil je mij expres in de war brengen? Moeder, ik zeg tadam 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 om het middelste stuk, omdat dat een heel verhaal is. En ik wil jou alleen maar laten weten wanneer je weer moet. Ja. Dat moet je dan niet doen, want dat brengt mij in de war. Nou, goed, kunnen we? Jij moet weer naar Worthing, is een plaatsje in Sussex, een badplaats. Een badplaats? Moeder, het zijn niet allemaal herhalingen. Oh, jammer. Een badplaats, ja. Een badplaats. Waar heeft die liefdadige heer die een eerste klas treinkaartje voor die badplaats had u gevonden? In een handtas. Wat een merkwaardige plek voor een baby. Wat? Wat? Een handtas. Ja, ja, nou is die goed, ja. Wat bedoel je? Nou, jij moet alleen maar zeggen, een handtas. Oh, het is alleen maar weer herhalen. Juist. Nou, wat ik zei was veel leuker. Moeder, een handtas is een van de belangrijkste zinnen uit het stuk. Wat ik zei was veel leuker. Wat een merkwaardige plek voor een baby is toch veel geestiger. Oh, dus jij denkt dat je leuker bent dan Oscar Wilde? Ja, en het vloepte er zomaar uit. De eerste keer dat Elgin het mij vertelde dat hij een vriend had die Ernst heette, wist ik dat ik was voorbestemd om van u te houden. En het is maar goed dat die naam uitzonderlijk zeldzaam is voor mijn gemoedsrust. Hou je echt van me, Gwendolyn? Hartstochtelijk veel. Lieveling, je weet niet half hoe echt gelukkig je me daarmee maakt. Mijn eigen Ernst. Hey, wat doe je nou? Kussen elkaar. Staat in het script. Ja, maar we repeteren de tekst, niet de handeling. Een klein beetje handeling kan geen kwaad, volgens mij. Er geen sprake van. Nou, waarom niet? Nou, omdat... je bent een hele knappe man. Dat weet ik. Ja, maar het zit namelijk zo dat... Ik vind je niet aantrekkelijk. Ja, dat... Maar ik weet ook dat een meisje ja bedoelt als ze nee zegt. Nou, ik niet toevallig. Wat is dat dan? Heb jij soms een vriendje? Ja. Ja. Ja, ik heb een vriend. En hij zit bij de koopvaardij. En hij komt binnenkort terug uit Abu Dhabi. En hij bokst en hij is ontzettend jaloers. En de vorige jongen die achter me aan zat, die loopt nou nog met krukken. Juist. Ja. Ja, goed, ja. Ik zal zorgen dat de requisieten er om 7:00 zijn. Ja, dag. Zo, nou. Stop maar weer, zeg. Ja, hallo, met de boekenstal? Ach, Sandra. Wat ben je vergeten? Koffie, voor de repetitie. Ja, ja, breng ik mee. Ja, en melk. En suiker. Ja, doe ik hoor. Ja. Dag, schat. Nou, vervelend mens, zeg. Ja. Wat is dit nu weer? Hé, hey, Jut. Oh, dag, Michiel. Dit is een soort consumentenonderzoek om te zien hoe onze klanten telefonisch te woord gestaan worden. Oh, ja, neem me niet kwalijk. Oh, geef niet, hoor. Zijn die poëziecatalogie al de deur uit? Ik doe ze zo, doe ik ze de deur uit, ja. Mooi zo, mooi. Zeg, je hebt je toch niet voor nog meer dingen laten strikken, hè? Voor dat toneelstuk. Nee. Mooi zo. Tot ziens, hè. Tot gauw. Dag. Ja, dag. Hallo, schat. Hallo. Hallo, Walter. Zeg, ik ben even bezig met die enveloppe. Dit is Frank. Ach, ben jij die Frank die de broer is van Mies? Die de zuster is van Ans Witteveen van de bibliotheek? Ja, inderdaad. Ach,
Hallo. Hallo. Ja, Frank die helpt met het vervoer van de decor, de requisieten en zo. Ja. Zeg, Jet, ja? Het is zeker wel goed als wij straks na de repetitie de stoelen uit jouw keuken komen halen. De stoelen uit mijn keuken? Je kind, die zijn perfect. Ja. Kijk eens, het affiche is al klaar. Oh. Ja. Ja, we mochten er toch in ophangen hier, hè? Ja, natuurlijk. En als jij dan even langs de andere winkels wil gaan. Schat, het heeft helemaal geen haast als ze maar voor het eind van de middag hangen. Ja, maar ik ben wel even... Schat, duur, want ik moet die... onderschat nooit de macht van de publiciteit. Nee. Dat is een ijzeren regel in ons smietje. Ja, begrijp ik, maar zeg, ik ben... Walter, ja? Wat vind je hiervan? Perfect. Eerste bedrijf. Prima. Als jij hem daar neemt, pak ik hem hier. Dan schuiven we hem zo de vrachtwagen in. Nee, jongens. Nee, dat kan niet. Jongens, dat kan nou toch. Ach, nee, nog een. Ja, hallo, met de boerenstal. Nee, kijk uit met die kast. Schat, je was fantastisch. Oh, dankjewel, lieverd. Zeg, wat vond je er echt van? Nou, het ging wel. Zo nu en dan. Jij was... prima. De hele familie was trouwens erg goed op de reef. Vooral Frederik. Haar Lady Bracknell leek wel uit een heel ander toneelstuk te komen. Ja, ja, dat klopt ook. De meeste van de tekst die komen uit een ander toneelstuk. En mijn boekenkast was ook bijzonder goed. Beetje houterig, maar dat is normaal, hè? Ja, neem me niet kwalijk, hoor. Maar ze kwamen binnen. Nee, nee. Even mee een hapje eten en dan weet ik zeker als we elkaar nog beter. Nee, hallo, dat is Philip. Dag, aangenaam kennis te maken. Hoe was het in Abu Dhabi? Huh? Gefeliciteerd met uw vriendin, een fantastische actrice. Nou, tot ziens. Hè? En veel succes met het boksen. Wat doet die jongen eigenaardig? Oh, ik kon gewoon niet afkomen van Vera Volbar en van al die lieden uit Olijfhoek. Ja, moeder, nu je actrice bent, zul je moeten wennen aan je fans. Hè? Ja, dat zal wel bij het werk horen, hè? Ach, dag, Michiel. Frederik, je was heel erg goed. Een bijzonder originele interpretatie, mag ik wel zeggen. Dank je wel. Schat, perfect. Fantastisch! Ja, maar, Frederik, iets meer Oscar Wilde en iets minder van jezelf. Waar heb je het over? Nou, die handtas bijvoorbeeld. Toen ik zei, wat een merkwaardige plek voor een baby, toen hebben ze gelachen. Ja, maar dat is niet de lach die wij willen, Frederik. Maakt dat zo uit dat ze maar lachen? Toen ik nog bij de NOS werkte, toen was er één heilige regel. Dat iedereen met zijn poten van de koffiemachine af moest blijven. Wat? Tijd niet gezien? Michiel Bruining. Bruining. Vroeger ook bij de NOS. Vertaalafdeling. Oh ja, hallo! Hoe gaat het? Goed, ja. Hallo. Doe jij nog steeds hetzelfde soort werk? Nou, nee, niet meer bij de NOS, maar wel zo ongeveer hetzelfde. Nou, leuk werk, toch? Hoofd van de kantine. Ja. Ik moet nog even wat puntjes doornemen met de andere spelers. Ik zie jullie nog. Michiel, is dat echt waar? Nou.